Rakenbootfestival werd door 100.000 mensen bezocht. GroenLinks reikte voor de 10e keer groene lintjes uit. GFT-verbranding levert groene stroom op voor de A-klanten. Dit is het weekoverzicht van RTV Apeldoorn Nieuws. Het 10e Drakenbootfestival startte vrijdagavond met een volledig uitverkocht concert. Ruim 5000 toeschouwers feesten mee bij de optredens van De Kik, Niels Geuzebroek en Guus Meeuwers. Dat bleek ruim 1500 bezoekers meer te zijn dan de voorgaande edities. Tijdens de Drakenbootracen, op zaterdag en zondag, was de publieke belangstelling juist iets minder dan voorgaande jaren. Vooral op zondag zorgden de heftige buien dat er minder publiek op de been was. Daar hadden vooral de kooplieden last van, die minder omzetten dan vorig jaar. De buien waren voor de buurt- en verenigingsteams geen reden om minder enthousiast aan de bootracen deel te nemen. Integendeel zelfs. Velen waren weer in allerlei creaties uitgedost en zorgden voor een goede sfeer. Naar schatting zijn er in totaal ruim 100.000 bezoekers naar het Drakenbootfestival gekomen. De persgroep die onder andere de Volkskrant, Trouw en het AD uitgeeft, gaat het Britse mediabedrijf Mecom overnemen. Mecom is het moederbedrijf waar Wegener in Apeldoorn onder valt. Volgens de hoofdredacteur van de Stentor, Alex Embers, zal de Stentor in haar huidige vorm behouden blijven en geen bijlage gaan worden van een landelijke krant. Volgens Alex Embers zal de persgroep niet gaan morrelen aan de regionale journalistiek. Of de overname op den duur banen bij Wegener gaat kosten, is vooralsnog niet duidelijk. De overname gaat de persgroep 245 miljoen euro kosten. De organisatie van de Apeldoornse Vierdaagse gaat de voorinschrijving verlengen. Op maandagmiddag 7 juli tussen 1 en 4 uur 's middags kunnen de wandelaars zich alsnog aanmelden. Om meer wandelaars aan te trekken heeft de organisatie dit jaar ook een route van 12 kilometer ingevoerd en kunnen wandelaars zich ook voor één dag inschrijven. De Apeldoornse Vierdaagse start volgende week dinsdag 8 juli. De opening is op maandagmiddag 7 juli om 16:30 op het sportterrein van de voetbalvereniging Victoria Bosch in het Ordebos. In het Achterom werden gistermiddag voor de 10e keer de groene lintjes uitgereikt door GroenLinks Apeldoorn. Tussen 2005 en 2013 werden er in totaal 48 groene lintjes uitgereikt aan personen die op tal van manieren een bijdrage leverden aan duurzaamheid en aan een beter milieu. Gisteren kwamen bij dat aantal nog eens 4 groene lintjes bij. Henk Knip van Circulus zet zich in voor het streven van een afvalloze samenleving in 2030. De heer Jansen kreeg het groene lintje opgespeld om zijn strijd voor een betere communicatie voor het ophalen van GFT in de hoogbouw. Peter Doornbos kreeg de versierselen omgehangen voor zijn koerierdienst die met milieuvriendelijke fietsen rijdt. Ook Jacob Brobbel kreeg een groen lintje opgespeld. Je hebt er nogal wat voor gedaan. Onder andere dingen met de Zwitserfabriek. Vertel eens. Nou, veel anderen hebben vooral dingen gedaan. Maar met name in samenwerking met de gemeente hebben we daarin gefaciliteerd. De ruimte geboden aan anderen, zodat zij iets konden doen. Maar vanuit welke invalshoek, vanuit welke hoedanigheid? Nou, de start is wel gekomen dat vanuit het Apeldoornse bedrijf Holland Techniek de ambitie is uitgesproken om het Zwitserterrein energie neutraal te maken. En daarachteraan is een burgerinitiatief geïnitieerd. En is er een onderzoek van de studenten gestart. En is er een samenwerkingstraject met de Hogeschool Utrecht gestart. En alles dat bij elkaar heeft deze beweging in gang gebracht. Dat is nogal. Hoe loopt die verder nu? Hij groeit biologisch.
Daar maak ik ook vooral gebruik van de kracht die in de mens zit. De drive van de mens om duurzaamheid centraal te stellen. En met name gebaseerd op zeg maar, de lokale economie. En dat groeit. En dat groeit langzaam. En daar was er ook nog iets met een auto, met een vrachtwagen? Ja, de Solar Truck. Dat is de Solar Truck die de Hogeschool Utrecht heeft gemaakt. Die was gebouwd om naar Antarctica te gaan. Ligt vol met zonnepanelen. Is een licht voertuig. En rijdt dus volledig elektrisch. En die staat nu op de Zwitserlocatie. En die staat daar om doorontwikkeld te worden. Om uiteindelijk toch een keer naar Antarctica te gaan. Wanneer, weet ik niet. Maar hij mag een keer gaan. Laatste vraag. Is techniek altijd nodig voor duurzaamheid? Of kan het ook zonder techniek? Ja, het kan zonder techniek, maar techniek is veelal toch wel een hulpmiddel om dingen tot stand te brengen. Veelal techniek ervoor zorgt dat informatie overgedragen kan worden. En dat is toch wel even toch in de communicatietijdperk. Dus techniek is wel belangrijk, maar het kan zonder. GroenLinks Apeldoorn heeft in 10 jaar tijd 52 groene lintjes uitgereikt. Bij de 10e keer mogen we het nog wel een keer vragen. Waar moet ik aan voldoen om een groen lintje te krijgen? Dan moet je milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daar iets voor doen. Daar heel betrokken bij zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan iemand zijn die tijdens het uitlaten van de hond elke keer consequente papiertjes opruimt. Het kan iemand zijn die iets nieuws ontwikkelt, waardoor iets technisch, waardoor iets heel milieuvriendelijk wordt. Hè, kijk maar naar degene die vanmiddag een lintje hebben gehad. Het is de fietscourier, maar het is ook een betrokken burger die consequent aan de bel trekt als het niet goed gaat met zijn afval te kunnen scheiden. Dus het gaat erom dat je consequent op een goede manier aandacht hebt voor het milieu en duurzaamheid. En hoe komen jullie aan die mensen? Ga je zelf op zoek of kan ik iemand voordragen? Iedereen kan iemand voordragen. Een paar maanden voor de uitreiking voor Wereldmilieudag, daar is het aan gekoppeld, doen we een oproep via de media. Dan kan elke Apeldoorner kan zijn buurvrouw of buurman of kennis of partner aanmelden. En daarnaast heeft de GroenLinks-fractie natuurlijk in het afgelopen jaar dan ook werkbezoeken gedaan, hebben mensen gesproken, mailtjes, telefoontjes gehad. En daar komen ook mensen uit naar voren die in aanmerking komen voor een groen lintje. De winnaars die gisteren het groene lintje in ontvangst namen, werden op Wereldmilieudag daarvan op de hoogte gebracht. Inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen sinds woensdag stroom uit hun eigen groene container krijgen. Dit is het resultaat van de nieuwe samenwerking tussen de Apeldoornse energiecoöperatie De A, Green Choice, Circulus en Altero. Om de samenwerking te bekrachtigen werd afgelopen woensdag op het terrein van Altero in Wilp een certificaat overhandigd aan de directeur van De A, Michel Boddeke. Hij kreeg het certificaat uit handen van de manager recycling van Altero, Wilfred de Jager. Waar is het idee vandaan gekomen om energie te halen uit groene containers? Het leuke is, we hebben gezegd, de A die leeft energie uit Apeldoorn. En we wisten al dat hier die vergisser stond, die GFT uit Apeldoorn daar energie van maakte. En toen zeiden we, ja, het is niet uit Apeldoorn, maar het is wel op fietsafstand van Apeldoorn. Dus we zouden wel heel erg mooi vinden als we die energie vanuit de A kunnen leveren. En dat is, 3 jaar geleden was dat idee. Dus ja, dan ga je niet meer aan de praat. We hebben eerst met de VAR en toen met Atero hebben we uiteindelijk het voor elkaar gekregen dat wij die energie mogen leveren. Naast het composteren van het opgehaalde GFT wordt het groene afval ook vergist bij Altero. Het biogas dat bij die vergisting vrijkomt wordt door een speciale motor omgezet in elektriciteit. Die groene energie gaat de Apeldoornse energiecoöperatie nu gebruiken om haar klanten van groene stroom te voorzien. Wij zijn een groene energieleverancier en als je groene energieleverancier bent, dan moet je certificaten moet je kunnen overhandigen. Nou, wat we nu met die check hebben gedaan, is dat wij de garanties van oorsprong, die certificaten, van deze vergister hebben gekregen. Dus wij kunnen nu, als u klant van ons zou zijn en wij leveren uw energie, dan kunnen wij aantonen dat die energie afkomstig is van deze centrale hier. En hoe gaat u er dan voor zorgen dat de mensen in Apeldoorn ook echt deze energie gaan gebruiken? Want het is nu natuurlijk alleen nog dat u het kan leveren. Nou ja, we proberen heel veel te doen aan naamsbekendheid en wij zijn ook met Circulus in gesprek. Circulus die haalt de groene containers op bij de mensen. Om daar ook na te denken over hoe krijgen we dat verhaal van de A, wat natuurlijk een geweldig verhaal is. Hè? Je zet een groene container aan de weg, je krijgt energie terug. Om dat bij al die mensen eigenlijk
achter de voordeur te krijgen. Zodat mensen ook de keuze hebben om daarvoor te kiezen. Want nou ja, nu weten een heleboel mensen natuurlijk niet dat die mogelijkheid er is. De overhandiging van het certificaat is tevens het startsein voor de GFT-inzamelingscampagne die Circulus en de A in het najaar zullen gaan houden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad schaart zich achter het standpunt van burgemeester en wethouders dat er geen schaliegaswinning in de gemeente mag plaatsvinden. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor de winning van schaliegas in Nederland, waarbij Apeldoorn ook genoemd wordt als mogelijke locatie voor het boren naar schaliegas. De gemeente Apeldoorn zet zich in voor duurzame energie en daar past schaliegas als fossiele energiebron niet bij, is het standpunt van BNW. Dit standpunt wordt binnenkort medegedeeld aan de Rijksoverheid. Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten dat Hornbach zijn megawinkel mag gaan bouwen op het industrieterrein Zuidbroek in Apeldoorn-Noord. Eerdere protesten tegen de komst van de bouwmarkt en tuincentra, die een oppervlakte van 4 voetbalvelden groot gaat worden, werden door een meerderheid van de raad terzijde geschoven. Alleen gemeentebelangen en Partij voor de Dieren zijn tegen de plannen. Ook de kritiek op de versnelde procedure, die minder inspraak mogelijk maakt, werd door een meerderheid van de gemeenteraad van de hand gewezen. Vanaf 2017 kunnen huiseigenaren die hun woning onder een hoogspanningslijn hebben staan zich laten uitkopen door de overheid. Dat heeft minister Kamp per brief de desbetreffende eigenaren laten weten. In totaal gaat het om 370 woningen in Nederland die onder hoogspanningskabels zijn gebouwd. In Apeldoorn hebben 9 eigenaren deze brief inmiddels ontvangen. Er is voor de uitkoopregeling een bedrag van 140 miljoen euro gereserveerd.